niet goed kunt zien, maar onze Miffin, die heeft namelijk zich verstopt achter het stro. Miffin? En het is wel grappig, eigenlijk. Miffin, heb je nog? Dus ik heb vanavond een logé. Dus dat is wel heel speciaal eigenlijk, een logé hebben. Dat vind ik wel leuk eigenlijk zo. Ik heb vanmiddag al gegeten, kippenkruiden. Ik vraag me toch af wat er zo moeilijk is aan een pies uitrekken. Goed, altijd wordt ook altijd geappt op deze computer, dus... ja. Het is altijd wel heel leuk. En hier, de konijntjes zitten nu hier. Kootjes zijn momenteel open. Ik had het vandaag een beetje gedaan, een beetje gerust, want ik lig nog altijd in de zetel daar namelijk. Ik krijg echt super veel hulp. Dat vind ik al goed. Ik weet alleen niet wat ik mijn gsm heb gedaan ondertussen. Die ben ik even aan het zoeken. Dus maar het eten gaat wel. Maar nog niet 100%. Maar ik ben mijn gsm ergens wel hier ligt mijn gsm. Dus ja. Wat doe je zo? Ik dacht niet heel veel natuurlijk. Dus dat is normaal dat je niet zo heel veel doet. Dus even naar buiten. Het is wel goed buiten eigenlijk om eerlijk te zijn. Natuurlijk nog zoveel geen rusten, maar ja, frisse lucht is soms ook wel eens nodig om te hebben. Ik ben vandaag trouwens al eens live gekomen, dat ga je straks trouwens echten. Dat zou je dat ook kunnen zien op YouTube. Dus er is een snuffel. De meeste konijnen zijn eigenlijk meestal tussen al die dingen die hier nog niet helemaal klaar zijn. Dus, maar komt dat op mijn orde. Ik heb trouwens zo'n verband, namelijk op mij. Dus, ja. We gaan eens kijken of er al vragen gesteld zijn op TikTok. We gaan eens kijken. Ik heb dat al gisteren gevraagd. Eens even dus kijken. Dan kunnen we die misschien al een beetje beantwoorden. Goed, we gaan eens kijken. Ik moet altijd mijn tweede adem vinden. Ze. Sorry daarvoor, mensen. Ik kan daar niks aan doen. Even kijken. Heb je Josje ooit ontmoet? Ja, ik heb Josje ooit ontmoet. Op de boekenbeurs, tijdens K3-shows, als ze na een show buiten kwam. Dus ik heb Josje eigenlijk al heel veel ontmoet, hoeveel keren precies, dat weet ik niet. Dat kan ik geen getal op plakken. Ik ben van meisje naar jongen gegaan. Ze vragen ook, zou je eens willen vertellen wat er met je mama gebeurd is, want we waren best gehecht. Mijn mama is gestorven aan kanker, zodat jullie weten in de vlog. En ja, dat is nog altijd heel moeilijk om over te praten. Dus ja, aan kanker is die gestorven een jaar geleden. Binnenkort, over een maand, komen er weer vlogs over eten en drinken en zo allemaal. Want jullie weten wel dat ik graag kook, maar dat mag ik nu momenteel niet doen, want ik heb mijn handen niet hoger dan dit. Dus, en het gaat ook niet hoger momenteel. Dus daarom dat het heel moeilijk is om dat te doen. Ben je verliefd geweest op iemand van K3? Ja, ik heb iets gezegd in de toen met K2, zoet K3. Bedoel, ben superfans. Dat ik verliefd was op Josje en zo'n ding allemaal. Hè. Maar je moet ook alles een beetje met een korreltje zout nemen. Hè. Wat ga je nog doen deze vakantie? Deze vakantie ga ik vooral nog heel veel rusten. Ik mag ook niet heel veel doen, dus ik moet echt een maand rusten. En dat gaan we dan ook doen, een maand rusten.
Wat vind je dat Mia Mindy iemand anders geworden is? Ik vind het eigenlijk wel. Vind je dat natuurlijk ook heel goed gedaan. Maar ik vind het goed dat iemand hebben gepakt die er een beetje op lijkt, zodat de kindjes. Ja, en eigenlijk kindjes maken volgens mij niet zoveel uit. Maar ik vind het wel leuk dat er een nieuwe gekomen is. Ik ken haar nog niet persoonlijk, maar ik heb haar wel mee te meespelen bij Hoodie. Dus ja, voor mij maakt dat niet zoveel eigenlijk verschil. Favoriete liedje van K3 en waarom? Dat is door jou, omdat het me echt wel pakt door jou. Omdat het ook wel een betekenis heeft eigenlijk als je er goed naar luistert. Dus vind ik altijd wel leuk. Wat is het grootste doel in je leven? Is eigenlijk gewoon om gelukkig te zijn. En gewoon genieten van de kleine dingen die er zijn. Ik heb nog geen lief. Wat kook je graag? Ja, dat is gewoon ja, op dat moment bijvoorbeeld een schotel of hamburger met frietjes of zo. Allemaal die dingen. Dat ik graag kook eigenlijk, dat is het een beetje. Vond je het een leuke video? Zeker duimen omhoog, vergeet niet te abonneren en morgen zijn we weer.